We staan hier bij Hans Geukes. Hans, jouw Heist Cycling Team, wat wordt er verwacht vandaag van deze wedstrijd? Ja, we verwachten misschien toch wel iets van deze wedstrijd. Normaal hadden we vandaag gestart in twee districtenpeil in Antwerpen, maar helaas hebben we deze morgen niet mogen starten, omdat we geen twee PCR-testen hadden laten doen. Dus de amateurs waren hier niet van verwittigd en ja, hebben we een alternatief nog moeten zoeken. Hebben we nog gebeld met André van Linten, die heeft ons de toelating gegeven om hier nog te mogen starten. Dus we komen eigenlijk wel met onze beste renners hier aan de start vandaag. Dus je wordt verwacht van voor te rijden waarschijnlijk? Dat verwachten we toch vandaag, ja. En wie schuif je dan naar van voor en wat is je tactiek van jouw team? Olivier Godfra, daar verwachten we wel iets van. Dat is een nieuwe renner, die komt uit het triathlon, maar die heeft al heel veel goede dingen laten zien. Onder andere verleden week sterk gereden in de grote prijs Rick van Looy. Misschien niet direct opvallend, maar in de achtergrond sterk teruggekomen. En verder hebben we ook nog Robin Jacobs en Witse van Rillaar. Die kan niet meedoen, denk ik, voor de Brabant, want het is ook provinciaal kampioenschap, denk ik. En Matthias van Rooij, die toch vrij snel is. Dus we hopen dat we het hier vandaag toch een mooi resultaat kunnen neerzetten. Misschien nadelig, je kent waarschijnlijk het parcours niet, dan op het laatste moment naar hier gekomen, of toch wel? We kennen het parcours wel van vorig jaar in de Ronde van Brabant. Dus ik denk dat het hetzelfde rondje is van vorig jaar in de Ronde van Brabant. En we hebben hier in de winter ook vaak komen trainen. En we hebben toevallig dat rondje ook altijd gedaan hier, om eens een keer rond te draaien. En wat zijn de knelpunten voor dit parcours? Het is geen lastig parcours, want ik dacht niet dat het over het rot was. Bleef men hier beneden. Het is, ik denk, alleen gevaarlijk de aankomst. De laatste, denk ik, 400 meter is er een kleine verhoging richting de aankomst en dan moet je wel een beetje oppassen. Zijn er bepaalde renners die de opstap kunnen maken naar het profgebeuren of is dat ook gegrepen? Ik denk dat dat misschien iets te hoog gegrepen is, ja. Dus het blijft allemaal amateuristisch? Ja, het blijft amateuristisch. Ja, we trachten natuurlijk ons best te doen en het zo goed mogelijk te doen. En dan zullen we verder wel zien. Oké, alvast succes en hopelijk een van jouw ploegmaten, jouw renners kampioen vandaag. Ja, dankjewel. Ik geloof dat ook.